Kijk, die kappies hebben ons al helemaal doodgemaakt. Maar het is al geschied, dus je kan het niet meer veranderen. En er loopt gewoon helemaal niemand. Dus het is echt, de Albert Kuip zit aan het infuus, zoals wij dat noemen. En als dit nog even doorgaat, dan worden we gereanimeerd of we gaan ter plekke dood. Het is gewoon een drama, meneer. Er zit gewoon helemaal geen toekomst meer in. Alleen maar kwaliteit. Onze dood is anders een brood, hè? Corona-vrij. Uit onderzoek blijkt dat de mondkapjesplicht vorige maand in de stad niet heeft geleid tot minder bezoekers op die plekken. Dat was bijvoorbeeld op de Wallen en in de Kalverstraat. En ook op de Albert Kuip. De kooplui staan te kijken van de onderzoeksresultaten. Nou, dat vind ik gelul. Want hoe weten ze dat nou? Ja, ze tellen de passen, maar hier lopen ook mensen gewoon te wandelen. Ze weten toch niet wie wat koopt? Dus u zegt onzin? Onzin, gelul. Het is alleen maar slechter geworden. Het is alleen maar slechter. De Albert Kuip is niet meegenomen in het onderzoek, want er was geen nulmeting vooraf. Dus konden de onderzoekers niet vergelijken. Maar volgens de marktkooplui is het zo klaar als een klontje. Het is nu vrijdag. Rond 12 uur, nou ja, dan zou de welbekende Albert Kuip toch wel best druk moeten zijn. En dat is het dus niet. De mondkapjesplicht was van 5 tot en met 31 augustus. Ik heb hier bijna elke dag gezeten. En elke dag moeten aanhoren doordat hier dramatisch stil was. En niet eens van mijn collega's, maar van de mensen zelf die hier liepen. Het dragen van een mondkapje op de Kuip is niet meer verplicht, maar daar is niet iedereen van op de hoogte. Ook heel vaak dat er nog de enkeling die er loopt, heeft ook nog steeds de mondkap op. Dus die zijn ook niet op de hoogte van dat niet meer hoeft. Dus dat is het onderzoekje mag wel een keer overnieuw gedaan worden. En ik wil dat onderzoekje ook wel een keer doen. Femke Halsema, voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, noemt de uitkomsten van het onderzoek bemoedigend. Met het huidige aantal besmettingen is het dragen van een mondkapje nu niet verplicht. Wel ziet ze het als een aanvullend nuttig instrument dat kan worden ingezet als de omstandigheden daarom vragen.